ik ben Anthony van Gitaar Kijking Studio en in deze video zullen we het hebben over een zeer herkenbare, iconische blues riff die ook in blues rock en in surfmuziek zelf gebruikt wordt. Ik zal hem eerst even voorspelen en dan zullen we het erover hebben hoe dat je hem noot voor noot kunt dan voor jezelf gaan spelen. Dat is de riff op zich. Ja, die klinkt misschien als je nog niet zo lang speelt moeilijk. Maar eigenlijk valt die behoorlijk goed mee. We zullen hem noot voor noot gaan spelen. Dus we beginnen hier op de zesde snaar. Je kan ook volgen met de tablatuur onderaan de video. En ik speel eigenlijk met mijn plectrum. Dus down op de zesde snaar los. Dat is de eerste noot. En dan de tweede noot ga ik met een upstroke spelen. Dus dat zijn de eerste twee noten. Dan ga ik mijn middelvinger hier op de derde fret zetten, derde vakje, van de zesde snaar. En dan ga ik terug met mijn plectrum naar beneden aanslaan. En dan de volgende beweging, je raadt het al, is naar boven. We gebruiken dus alternate picking, wisselslag. We gaan constant met ons plectrum afwisselen tussen naar onder en naar boven aanslaan. Dus dan gaan we hier met de ringvinger het vierde vak indrukken op die zesde snaar. En dan met het plectrum naar boven aanslaan. En als je nog niet zo lang speelt, is het een goede oefening om die eerste vier noten apart te gaan spelen. Gaan inoefenen. En dan gaan we naar de vijfde snaar. Dan gaan we met de wijsvinger twee keer het tweede vakje spelen. Dus vermits dat we de hele tijd afwisselen met die hand, gaan we dus down-up spelen op die twee noten. Dat is tot zover dat we nu zitten. En dan gaan we met de ringvinger het vierde vakje spelen. Terug, down. Hier wisselen we constant af. En dan gaan we hier het tweede vakje terug spelen op de vijfde snaar. En dan krijgen we die volledige eerste riff. En in het begin zul je dat graag moeten gaan instuderen natuurlijk. Maar dat is wel de moeite om te gaan instuderen. Want dan wordt het leuk, kunnen we eigenlijk diezelfde riff gaan verplaatsen, een snaar lager. En dan krijg je dit. Dat is eigenlijk dezelfde vingerzetting, maar we beginnen op de A-snaar. En dan gaan we ook de D-snaar meepakken. In plaats van op de twee dikke snaren te gaan spelen, gaan we eigenlijk op de A-snaar, de tweede dikste snaar, en de D-snaar, de derde dikste snaar, dezelfde vingerzetting gebruiken, dezelfde manier van aanslaan. En eenmaal dat je dit onder de knie hebt, dan gaan we eigenlijk heel de reeks spelen. En eigenlijk, we gaan deze riffs in een 12-maats schema spelen. 12-maats schema, het woord zegt hetzelfde, is eigenlijk een vorm in de muziek, een vorm die bestaat uit 12 maten. En die komt heel vaak voor in de blues, maar ook in jazzmuziek en bluesrock. Wordt het 12-maats schema heel vaak gebruikt, 12-maats blues schema. Dus we doen eigenlijk qua herhaling, vier herhalingen van riff nummer 1. Dan gaan we twee herhalingen van riff nummer 2 doen. En dan gaan we terug twee herhalingen van riff nummer 1 doen. En als je niet weet wat de riff is, dat is eigenlijk een ritmische figuur. Zoals wat we hier spelen, dat noemen we een riff. We zouden het even goed patroon kunnen noemen, maar in de muziektheorie spreken we, of in de muziekpraktijk spreekt men vaak van een gitaarriff. Dan gaan we het B7 akkoord spelen. Dan gaan we terug naar de tweede riff. En dan weer riff nummer 1. Die gaan we dan twee keer herhalen. En dan krijgen we in totaliteit dit. Ja.
laatste akkoord die ik nu ter vinger neem, dat is eigenlijk het E7 akkoord. Dat is eigenlijk een E-akkoord, zoals dat we een gewoon open akkoord spelen. Maar de pink zetten we dan op de B-snaar derde vakje. Ik krijg ook een zeer herkenbaar bluesy akkoord, E7. Dus dat is zeker een hele toffe riff om mee te gaan experimenteren. Zeker even laten weten in de comments hoe dat loopt en of dat je dat tof vindt. En als dat zo is, zeker even subscriben op het YouTube-kanaal. Dan krijg je alle nieuwste video's op je YouTube homefeed te zien. Als je dieper in de tips die je hier krijgt wil duiken, zeker ook even op de nieuwsbrief abonneren. Die kan je vinden op de website gitaarles.be/nieuwsbrief. Ik zal ook de link onderaan de video zetten. En neem ook even een kijkje op de website gitaarles.be. Als je het volledig gratis te downloaden bluesgitaar e-book nog niet hebt binnengehaald, is dat zeker een interessant e-book om mee van start te gaan. Dat is het bluesgitaar basis e-book die je daar gratis kunt gaan downloaden.